Iemand kopiëren is één ding, maar iemand identiteit stelen om daarmee valse informatie te creëren is strafbaar, ook als het leger dat doet. Laat dat voorop stellen. En ik lees net een e-mail terug van 2 dagen geleden, maar echt. 10 maanden gekkigheid. Mensen weten wat ze gedaan hebben. De video's. Gesprekken tussen mensen, chats die online staan. Niet piepen omdat het nat begint te worden. Want het water gaat hoger komen. Veel hoger dan dat mensen kunnen beseffen. Mensen zijn echt gek aan het worden. Achter de mensen hun rug om sneaky dingen, leugens, vormgeven bij de rest. Zal ik weten. Sommige mensen die gaan echt. Als jij aan het groeien bent in bewustzijn. Voorbij die 4D komen. Waar iedereen een mening heeft. Bij je eigen gevoelens gaat komen. En daardoor een hele nieuwe eigen mening gaat creëren. 6D. Daarboven komen. Bij 7D komen. En eigenlijk daar aan het kiezen bent. Ben je goed of ben je slecht. Om steeds in verdere dimensies te komen. Om uiteindelijk in het geheel te zijn. Waar je niet in aan het groeien bent. Maar het geheel het omdraait. Dan ga je doorhebben wat je vorm kan geven. Via het bewustzijn in de externe wereld. Als er zoiets is als een acuub. Die bij jeugdzorg mensen activeert. Met een beloningkie. Sommigen niet eens weten waarom ze ergens op een bankje moeten gaan zitten. Tot zover. Daarmee zijn ze dingen bewust vorm aan het geven. Zijn ze aan het interfereren in het wat je vorm aan het geven bent. En wie en wat je tegen zou moeten komen door bepaalde elementen op jouw pad te plaatsen. Die iets met jouw zintuigen gaan doen. Zintuigen die iets gaan denken. En jij die daar weer vorm aan gaat geven. Is het echt met al die spiegels die anderen ophangen. Bedrijven, organisaties, instanties, die elementen plaatsen, moet je de hele dag bezig blijven met defragmenteren. Wat zijn echt jouw gedachten? Wat is echt jouw gevoel? Wat wordt neergezet voor jouw zintuigen? Wat ben je echt aan het waarnemen? En wat ga je doen met wat je aan het waarnemen bent? Wat zegt je gevoel en je weten wat je daarmee moet gaan doen? Zodra je de struggle gaat snappen tussen iets weten en iets voelen. Die resonantie die je daartussen vindt. Door wrijving en frictie. Van de frequenties en de vibraties in je lichaam. Dan ga je maars en wants snappen. Dan heb je geen ja's en nee nodig. Dan ga je onderscheid kunnen maken. Wanneer het spirituele de realiteit en vormgeving daaraan te pas is gekomen. Mensen hebben echt praatjes over hun derde oog is open. Maar je derde oog is open, dan zie je illusies. Illusies zijn ook echt. Het gaat om het bewustzijn. Die je zintuigen binnennemen en vormgeven. Boven het bewustzijn uitkomen. Snappen dat je mind, body, soul. Maar dat je een geest aan het, spirit aan het creëren bent. Creëer je die alleen? Ben jij die vanaf jou aan het creëren? Of is het al jouw spirit aan het creëren? En kan je met je mind erbij blijven? Voordeel van met jezelf praten. Is dat ze niet met een of ander iets via jou gaan praten. En jij die door op de matrix met je speelt. Gewoon technologie van mensen of daarboven. Jou beïnvloedt of dat je echt bij je hart kan komen. Mensen zijn echt poppenkast. Maar kom eens maar bij je hart en ga je gedragen naar je hart. Dan pas kunnen mensen zien dat je bij je hart bent. Tot die tijd is het slechts flauwekul en een fantasiewereldje. Meer niet. En dit niveau gaat zo ver met script. Demonen kunnen niet eens zo slim zijn. De mensen lijken echt niet te snappen dat ik gewoon kan uitleggen wat ik denk.
en wat de bedoeling was dat ik zou denken. En dat laatste, dat ik dat kan aantonen met wat gestuurd is, dat allemaal te linken is aan jeugdzorg. En een echte detective daar echt wel wat mee. Dus ja, dit is 9 accu. Maar ook hun hebben regels en ook ik heb mensenrechten. En ik heb niks overtreden. Hun genoeg wetten en regels overtreden. Ja, dat mensen zich laten manipuleren en misleiden. En of het dan voor geld is of wat dan ook. Haat? Kan ik niet voorstellen. Maar sommige mensen zullen haat hebben omdat ik ze iets niet gegeven heb. Ben je echt niet met je hart, kan je niet snappen welke lasten ik doorheen moet met pijn en noem maar op. En dat ik echt van mijn rust hou. Mensen willen graag spelletjes spelen, toch? Karma is een bitch. Want als ik nergens paranoia hoef te doen, maar het uit kan leggen. Hun de links ook zien die her en der en bruggetjes ook overal zijn. Dus niet gek kunnen doen. En zal ik echt alleen maar reflex counten? Zal ik nooit iets aanvallen? Zal ik mezelf moeten laten ook aan moeten laten vallen? En prima. Soms moet je opofferingen maken voor het grotere geheel, toch? Dit gaat niet zomaar dood. Uiteindelijk zal gewoon het er niet om gaan of er genoeg bewijs is. Maar gaat het om wat ze zelf kunnen plakken? En is gewoon alles bij elkaar? Alles bij elkaar? Laat de brainfuck zien die mensen hebben willen spelen bij anderen. Kan ik zelfs Merlijn erbij pakken en daar laten zien wat daar geprobeerd werd. En eigenlijk de bedoeling was dat ik ging doen. Om daarna naar de volgende stap te gaan en daar uit te leggen wat er gespeeld heeft. Zo gaat alles bij elkaar, dingen duidelijk zijn. Met alles wat tot mij komt, dat ik nog steeds dingen niet aan het misbruiken ben, geen voodoo shit aan het doen ben. Waar de andere kant de middelen heeft er, maar daarmee regels aan het overtreden is. En paranoia, die video toch weer teruggedraaid moest worden, want ik gooide hem op Facebook met 58. En je kan zien dat het sappig wordt voor de goede tijden, slechte tijden, kijkers. Want de vertoning en bereik laten mij gewoon zien wat er kijkt. Dus mijn laatste video, nu op 40. Als de vertoning al meer zijn als de weergave wanneer die net geüpload is. Duidelijk toch? Mensen zijn aan het kijken. En echt, met het meer licht wat bij mensen gaat komen, de verheldering die bij mij gaat komen. Mijn licht, wat dingen verheldert, waardoor mensen dingen gaan snappen en verhelderd raken. Daar waar zaadjes zaten, wat misschien nu al begint te groeien. Mensen die dat al hadden laten groeien, omdat ze de boel aan het observeren waren en nu zien dat er iets aan het bloeien is. Mensen gaan snappen wat energie is, wat ik je kan geven, maar ook wat ik van je af kan nemen. Mijn kap die overvloot. Maar mensen zijn nu echt moe aan het raken. Mensen zijn echt moe aan het worden. En dat zal blijkbaar alleen maar erger worden. Want dit stopt niet. En dat zal aan de rest aantonen wat daarmee gaat gebeuren. Omdat ze graag willen dat het stopt. Omdat ze vies spelletjes spelen. En echt niet snappen hoe ze... echt evil. Iemand op elke manier zwijgen, in hoekjes, shadow, belachelijk maken. Weet ik veel welke vorm we allemaal hebben gehad? Dat is geen test. Hè? Jullie zijn mijn test niet. Jullie zijn de obstakels op de weg. Dus echt de e-mail die dan weer zoveel later moet komen met aanpassingen erin. Ik kan er niks aan doen dat ik zo spiritueel ben. Mensen kunnen er wel wat aan doen. Hoe ze zich tegen mij gedragen hebben, welke spelletjes ze mee hebben gespeeld met anderen, duidelijk medeplichtig zijn en nu niet moeten gaan doen alsof ze ook een slachtoffer waren.
En zo hebben we er een heleboel buitenstaanders die niks mee te maken hadden. Gierig waren voor het geld of een kleine haat of zo. Hadden verkeerde beslissingen genomen met uitslagen die toch echt wel aan het veranderen zijn nu. En ja, ik weet niet wat mensen hoopten dat bij me zou komen. Dat niet kwam omdat ik het zelf ben. Wanneer kom ik? Wat is dat defragmenteren waar ik nu mee bezig ben? Wat gaat dat voortbrengen als ik het door tweeën kan delen? Zien wie ik ben, zien wat het spirit is. Waardoor dit alles zo komt. Wat doet die spiegel toch in die derde oog? Het is lastig als er geen andere mensen echt spiritueel en met ascensie bezig zijn. Dus niet aan het helpen zijn. Nee, mensen zijn dat alleen maar aan het blokken tegenhouden. En dat geld, dat blijft energie. Heb ik dan wel een stomme staatslot gekocht. Maar is dat niet waarvoor ik het doe? En zelfs niet met het winnen van een miljoen ga ik denken, jee, nee. Dan gaan we dat miljoen gebruiken om hier wat mee te doen. Dus als de Matrix ook en jullie wat met de staatsloterij, kan je beter zorgen dat ik hem niet win. In plaats van je best gaan doen, zorgen dat ik hem win. Want dat ga ik jezelf snijden en de organisaties ook. Identity theft, dat blijft toch. Daarom ga ik echt niet denken dat dat bij ons gebeurd is. Want anders was hij dat komen uitleggen al lang al aan me. Dus niet nu komen. Maar die dingen moet ik maar goed gaan bijhouden en bewijzen waar ik ben. Yeah. Het zijn echt poppenkast. Zodra het duidelijk voor mensen gaat worden wie aan het werk is. Wie niet echt arm is. Wie rolletjes speelt. Gaat een heleboel duidelijk worden. Zoals het echt al die spelletjes gaat één kop rollen, rollen meteen meerdere koppen mee. Dat wat ik ervaar en meemaak, daardoor aan het denken ben en aan het voelen ben, de vormgeving daarin is aantoonbaar. En daarom een heleboel mensen die denken leuk te doen op die fidaire sites, die vanaf het begin af aan al mee reageren. U gaan zo meteen zien hoe de vork echt in de steel zit. Gaan ze mogen nadenken of ze misschien wel als getuigen of zo. Of wie ben jij achter dat profieletje? Of weten hun dat al? Of hoor je erbij? Dan weten ze het zeker. En het is echt op spiritueel niveau. Dus het zijn geesten, het is een lampje met een wolk eronder en daaromheen, dat het duidelijke lichaam is. En als mensen spelletjes daaromheen, niet doorhebben wat daaromheen, niet doorhebben wat daaromheen, en daarbuiten God met z'n snijpen. Met al die engelen tussendoor is het echt belachelijk aan het worden. En is het echt met alles wat de Matrix dingen denkt te activeren. Er staan zoveel bruggen omheen. Mensen die gewoon weten waar ik mee bezig ben. Omdat ik er al over praat met ze. Dingen al verteld heb. Hun zien wat voor dingen er bezig zijn. Dus bepaalde vogeltjes die langs vliegen. De kennis die hier al is. Hun verleden snap. Verleden je toekomst bepaalt. Kunnen vogeltjes bij de zee vandaan komen vliegen. Draai Amsterdam om. En ik heb ook wel een bekie waar je misschien lekker uit kan drinken, maar ook in kan verzuipen. En daarmee maakt alles onschuldig. Zijn sommige dingen worden alleen even neergezet voor de zintuigen. Hebben ze geen idee. Zodat ze stappen wat er omheen zit. Als ze dan doorgaan hebben wat ze mogen gaan doen of wat de bedoeling is, zullen ze meteen stoppen en afstand nemen. Dat heet mensen die bang zijn. Is hier niet. En zo houden ze alles in de gaten. Hebben mensen geen idee wie dingen in de gaten houdt. Mogen ze van mij alles weten. Ben ik geen andere mensen aan het lastigvallen? Ben ik geen wet aan het overtreden? Ben ik geen gevaar voor mezelf? Geen gevaar voor anderen? Maar de dingen die gecreëerd worden, zijn het wel lastig, moeilijk aan het maken. Hoe ik daarmee omga? Hoe gaan anderen daarmee om? Hoe zal ik moeten resoneren met anderen? Niet hoe moeten mensen resoneren met mij.
ga ik bepaalde vragen niet eens stellen aan mensen. Maar als hun met vragen komen, voor iedereen antwoorden klaar, zonder dat ik dat voor hoef te bereiden. Als je met je hogere zelf, bij je hogere zelf, je hogere zelf bent, spreekt het gewoon. Maar ik voel gewoon, zodra je door illusies heen gaat, zie je wanneer illusies gebouwd worden ook. Merk ik gewoon aan alles. Dat ik aan het helen ben, meer oefeningen kan doen. Dat dingen echt naar levels aan het gaan zijn, waar dingen samen aan het smelten zijn. En iedereen die spelletjes heeft gespeeld, zal de hoeveelheid terugkrijgen in hoe groot die rol is geweest. En is het echt, als je aan het helen bent, dan doet je omgeving lastig. Zodra mensen weten dat je aan het helen bent, ergens naartoe aan het stijgen bent, gaan ze het lastig voor je maken daarin. Gaan ze dingen aan je zintuigen, aan je bewustzijn willen geven. Als jij onderscheid kan maken en is dit level defragmenteren, is echt iets nieuws. Dat gaat voorbij denken, voelen, voorbij emoties. Dat zegt daar waar het binnenkomt. En lijkt het de bedoeling of zo dat ik de hoop verlies, dingen loslaat, maar sommige dingen moeten anders. Maar dingen zullen alleen maar naar hogere levels gaan. Dus dat wat ik waarneem, zal ook naar buiten toe komen, zal blijven. Totdat mensen zich aanpassen en gaan luisteren. Echt, hun die goed kunnen luisteren, die horen tussen neus en lippen door. Boodschappen, die kunnen dingen inkleuren. Net dat sommigen niet door hadden, of misschien wel, maar dat ik heus wel snap dat Rogier niet iets ingesproken heb. Dat ik wel niet precies inkleurde, dus het kon net zo goed alleen Chris zijn met zijn machine, voor hij dat apparaat, om iemands stem te veranderen. Net als dat Fidère die gebruikt, toch? Dingen in te spreken. En dan doen alsof ik een flapdrol ben, omdat ik denk dat Rogier dat heb ingesproken. Daarmee is eigenlijk Miranda alleen maar laat zien dat zij het in heeft gesproken aan iedereen en aan Rogier. Ik weet het niet. Ik doe die dingen niet, hè. Ik ben niet met valse profielen bezig. Ik hoef niet gekkigheid te doen. Ik kan gewoon alles openbaar bloot met mijn eigen profielen doen. En als mijn rijk niet erbij hoort, dan zou ze moeten dingen gaan inkleuren van Groeneveld. De boodschap van Chris naar buiten. De dubbele tong die daarin zit voor mij. Mensen zijn het aan het waarnemen. Instellingen zijn gelukkig ook aan het meekijken. En zo heb ik genoeg bewijzen nu om aan te kunnen tonen het beeldvorming wat mensen bij mij wouden brengen. Via mijn bewustzijn, maar ook letterlijk en figuurlijk, door dingen, obstakels op mijn zintuigen te brengen. Kan ik precies aantonen wie bij elkaar hoort. En sommige mensen zijn blijkbaar, kunnen niet zo dom zijn, dus horen erbij. En dan zo'n Fidère, die deelt het alle twee wel. Nog meer vorm geven aan het geheel. En aangezien iedereen aan het slapen is, is iedereen met daar al bezig, niet hier. Ben ik niet bang voor bakstenen in een huurhuis. En spirituele messen, die doen me niet zoveel. Die steken niet. En interesseert mij geen reet wie dingen in de gaten houdt. Echt niet. Mensen gaan er zelf moe van worden, de consequenties van moeten nemen. Daar heb ik niks te verbergen. Dat maakt het alleen maar dingen duidelijk. Het moet ergens vandaan komen. Er moeten mensen zich niet gaan verliezen in fantasieën en in leugens. En lijkt het zelfs als mensen mij willen gaan neerzetten alsof ik magie ben. Moet je toch echt bij die Thiago... Moet je toch echt bij hem zijn. Heb ik geen valse profieletjes nodig om dingen te doen. Doe ik gewoon alles open in blad.
Dat kan je allemaal terugvinden in deze video's. Mensen willen graag beeldvorming aan dingen geven. En Thiago zal ook wel een beetje aan het type zijn met zinnen die ik gebruik. Maar, moeten mensen onderscheid kunnen maken? Ben ik niemand aan het kopiëren? Ben ik niet met valse identities bezig? En ze gaan zichzelf zo in de vingers snijden omdat alles te bewijzen gaat zijn. En er hebben een heleboel mensen zijn een linkie aangegaan. Omdat ze dachten dat ze ver van mijn bed show. Maar dus aan alles bruggen te linken. En is het echt alsof vanaf daar leugens gestart zijn. Terwijl ik vanaf hier al de waarheid aan het verspreiden ben. Ook naar mijn linkies. Die bruggen daarheen. Zullen zometeen de leugens en de waarheid met elkaar in conflict komen of zo. En de waarheid wint altijd. Omdat dan in één keer je verleden je toekomst bepaalt. En mensen echt wel dingen kunnen onthouden. En dan gaan rondkijken, gaan waarnemen. En zien wat er speelt. En dan misschien wel schuld voelen of zo. Slapeloze nachten, ik weet het niet. En is het echt, als rifraf in beeld komt, is het ook gewoon rifraf. Dan weet ik wat het is. Zodra mensen gaan begrijpen, als je dingen kan beantwoorden met wants en maars. Daarmee alles invul in plaats van het gebruik om eromheen te lullen. Dan wordt zoveel duidelijk. En snap ik met al die links, al die bruggetjes, dat mensen graag wouden dat ik daar paranoia in ging doen, maar ik ben altijd al een beetje normaal in de dingen en mijn fantasie misschien een beetje gek, maar niet dom. En iedereen die dingen wil testen, die gaat niet alleen dit krijgen, maar dit krijgen en dit krijgen ook, want er zit geen haat of zo. Ook geen paranoia, ook geen gekte. Dat begint allemaal bij angst. Als angst er niet is, kunnen ze elke vorm gaan opzoeken en daarmee willen spelen. Iedereen kon meekijken welke spelletjes met me gespeeld zijn. En hun die met hart zijn, echt wakker zijn, die hebben het gezien en de rest is voor goede tijden, slechte tijden of hoort erbij. En daarmee zijn gewoon, is niet alles afgesloten, maar staat alles open. Dus, en nog steeds als ik buiten loop, alles oogcontact, iedereen groeten, kunnen ze er niet omheen. En niet uiteraard, het is een soort van aantrekking. Als visjes wil je erheen wanneer er iets afgegeven wordt. En elke keer als mensen leugens denken te versterken, achterhaalt de waarheid het wel. Zijn mensen elke keer op korte termijn plannetjes bezig? Mensen zijn gierig met verlangens, gaan overstreven en denken dan dat ik een kutleven heb. Terwijl hun zich aan het vervelen zijn de hele dag en ik wel bezig blijf. Zelfs ja, met de hele dag pijn en thuis zitten. Zodra je weet wat komt, ben je daar niet mee bezig. Als je snapt dat ik kan genieten van in de tuin en ik echt van mijn rust hou, ben je lampie die aan het oordelen is bij mij verkeerd aan het gebruiken. Heeft het wel licht waar je mee bezig bent? Nou, het zegt mensen willen spelletjes spelen, kunnen dat echt heel gemeen doen. Sommige mensen kiezen kanten, terwijl ze de andere kant niet eens kennen. Gaan echt mee op een duivelspad zonder kennis. Niet kunnen snappen hoe echt iemand is. Zo willen mensen echt leugens verspreiden, dingen verdraaien. Echt, nou ben ik benieuwd wat de identity heeft. Ik ben benieuwd. Ze hebben geen idee. Ja. Maar iedereen staat zogenaamd een derde oog open.
Ian kan geen vorm geven aan het geheel. Ian die doet dit niet. Het wordt wel duidelijk wie dit doet. En die zullen doorhebben wat beschermd is. Zullen doorhebben wat puur is. Of hebben ze dat al door? Gaan er al belletjes? Wat voelt het echt? Dat wat eraan komt, gaat mislukken en alles duidelijk maken. Voor iedereen. Iedereen die twijfels had. En zo zullen mensen er misschien achter gekomen zijn. Dat ik me misschien laat inspireren, maar... Dat je daar niet eens 5% aan kan plakken aan 100%. Wat begint te lopen, dat loopt. Al dat gekopieerd is echt gewoon belachelijk aan het worden. Als het zelfs vanaf offline streams de informatie genomen wordt. Dus je laat inspireren, echt iets anders dan kopiëren. Want dan moet je erkenning geven. En zo weten mensen echt wel of ze medeplichtig zijn of een getuige zijn. En slachtoffer of dader en in welke vorm. Mensen met e-mailtjes zo laat sturen. De vluchthaven opzoeken. Dat ik een haven ben, die tijd is over. En is vergeten en vergeven. Het zijn echt twee verschillende dingen. Maar ga ik mensen niet de boel besparen door de vragen te stellen? Zal het echt vanuit de mensen moeten komen? En echt moeten zijn? En meteen alles. Alles. Je kan niet met 10% komen en die dingen kunnen aanvullen, dingen onder tafel vegen. Uiteindelijk zal het duidelijk worden. De waarheid achtervolgt je wel. En ik ga nergens huilend heen. Ik kan alle emoties in mezelf oplossen. En ik heb niemand nodig. Niemand. Als je snapt dat ik niet alleen ben. Maar echt, alles draait niet op tijd. Maar wel om timing. En zo zal alles lopen hoe het moet lopen. Want dan doet het de hele tijd toch al. Zelfs als de sturing is gegeven, gaat de sturing hoe Ian wil. De wil en de key die ligt bij mij. Niet bij andere mensen. Mensen willen met gekkigheid komen. Hoe gekker ze het brengen, hoe meer duidelijk wordt dat. Hoe gekker, hoe eerder erin gegrepen zal worden. Maar zodra je wel weten en voelen... Voel en weet wat je allemaal om je heen hebt. Kunnen mensen me niet identity theft en iets aansmeren? Kan niet. En is het ook, zodra mij iets aangedaan wordt, wordt alles verantwoordelijk gehouden die er ook maar iets mee te maken heeft. Ook instellingen die aan het meegluren zijn en nog steeds niet ingrijpen. En zeg ik alvast, iedereen die mee gaat doen met die roddels verspreiden, gaat laten zien dat ze erbij horen. En iedereen die nu al aan het opletten is, heel makkelijk toch? Hun die echt wakker zijn, zijn er meer als mensen denken. Kijk maar meer mensen naar mijn video's als jullie al verwacht hadden toch? Zo zijn alle tussen neus en lippen bedreigingen in ieder geval genoteerd. En niet door mij. Is iemand dingen aan het tikken, aan het typen? En ik moet de dingen blijkbaar ook uitspreken om gewoon mezelf te beschermen. Net als dat ik spreek met buren, net als dat ik spreek met ouders of vrienden, mensen die ik ken. Zodat mensen weten wat er speelt, zodat ze niet gekkigheid en kunnen sturen. Zijn mensen echt... De dingen wat ze proberen, doordraaien, gekkigheid en noem maar op. Terwijl ik alleen maar puurder aan het worden ben. En het nog steeds bij streng kan houden.
Dat mensen zich laten meezuigen door emoties of een videoclipje. Dus mensen zijn vormgeven met leugens. Kijk dan echt mijn video zelf ook gewoon als je je wel laat meezuigen. Ga echt luisteren en met je hart meelevend zijn om te zien wat er speelt. Uiteindelijk is jullie samenwerking overal wat jullie ondergang gaat zijn. Heb ik alles alleen kunnen doen en is alleen echt alleen en lastig, maar. Overal is overeen stappen. Mensen snappen niet wat heel is. Zelfs als je lastiggevallen wordt. Maar dat internet is maar een paar uurtjes, hè? Ik denk dat ik alleen al meer mediteer als dat ik minuten besteed aan video's. En dit moois hebben, het niet met verlangens bezig zijn, niet bang zijn. Daardoor ga ik geen gekke dingen doen. En zal je mij nooit iemand zien aanvallen of lastig doen? Zal ik zelfs incasseren voor ik mezelf verdedig om aan te kunnen tonen wat speelt? En dat is het mooie. Wanneer dingen ingeschakeld worden, ze gaan kijken en ze zien hoe stabiel ik ben. Dan wordt er al heel anders gekeken. Maar het zegt, als de waarheid snel gaat, kunnen de leugens niet meer bijhouden. Als ik alleen al dingen inkleur naar de coffeeshop, hoeveel mensen weten wie Ian is. Mensen daar al echt geen vorm in kunnen geven, omdat die ook met elkaar praten. Dat gepraat ook naar mij toe komt, ik daar weer vorming aan geef, dat weer doorgaat, gepraat wordt. En zo mensen zullen zien dat ze zichzelf in hun vingers snijden. Laat dat op internet nou precies hetzelfde gaan. En laat er nou mensen zijn die mij niet mogen, wel echt zijn, en wel zien welke spelletjes met me gespeeld worden. Wat als mensen zich er echt mee gaan bemoeien als de volgende stap gezet wordt? En zo zullen mensen die slecht over me praten uiteindelijk er wel achter komen. En de mensen die dat elke keer moeten aanhoren, degene zijn die dat kenbaar aan ze zullen maken. Niet eens aan mij. Want ze snappen dat het niet om mij gaat, maar om vormgeving. Dus moeten mensen gaan uitkijken met wie ze aan het praten zijn vanaf nu. En echt, dat deformanteren, dat ben ik dan was ik met mijn computer aan het doen. En dan een meditatie doen. En nu begint dat zoveel meer helderheid te geven. Gewoon het onderscheid kunnen maken tussen iets weten en iets voelen. Dan maakt het niet uit wat mensen met de zintuigen willen plaatsen. En is dat echt die vier, dat drie lichaam, ja, vier lichamen systeem, drie met de emoties. Emoties is alles. Maar waar zit de spirit? Waar zit de ziel? Wie geeft vorm aan het alles? Waar komt het alles heen om daarna terug te spiegelen? Wie kan wat binnenkomt transformeren en wat dan afgegeven wordt, de weerspiegeling, daar vorm aan geven? Zo is elk element een vibratie aan te geven en zal alles wat met een frequentie aankomt, zal veranderen door de vibratie die erop komt. Dus als ik dan dingen in een offline stream aan iemand laat zien, die informatie, als je daar de volgende dag leuk mee doet, daar is je antwoord. Mensen die willen spelen, mogen spelen. En sommige mensen. Ja, ik weet niet hoe hoog je EQ dan is, maar. Heb ik al een paar keer uitgelegd, die test in groep 7. Dit gaat naar dat niveau toe. Al zou die test nu gedaan worden en taal niet meerekenen, want we gaan naar emoties, weet je wat eraan komt. En anders moeten mensen maar weer kaartjes gaan leggen, pendelen en deze keer proberen goed te interpreteren. Niet dat wat naar mij toe komt. Dat wat ik ben.
En zo zal ik helder moeten blijven voor mensen die dingen willen framen naar wat ik niet gedaan heb. Zijn er organisaties aan het werken? Die kunnen gekke dingen doen blijkbaar, hè, met de technologieën die er nu al zijn. Patenten die in de jaren 80, jaren 90 al op het internet te vinden zijn, dus nou verder ontwikkeld zijn. Beoordelingen gaat daarin meetellen, dus mensen zijn zichzelf aan het veroordelen met deze gekkigheid. En echt, daaro doet tijd er niet toe. Hiero doet timing er wel toe. Zijn mensen echt elke keer dingen te vroeg aan het doen? Zijn ze ergens te laat bij, opdat het bij mij eerder al gekomen is? Zullen dingen als een herhaling zijn? Of zullen ze... Zo moet doorschuiven naar next levels. Of gewoon bij een hart komen. Heel simpel. Gewoon eerlijk zijn en biechten. Heel makkelijk. En echt, als je intuïtie sterker wordt, dan ben je echt een leugendetector aan het worden. Dan ga je snappen wat maars en wand zijn. Echt. En ze hebben geen idee. Maar zouden dingen wel moeten beseffen ondertussen. 333 en ik zie nu dat iemand tussen neus en lippen door ook maar even een berichtje voor me geplaatst heb. Een soort van waarschuwing. Maar ik kijk door maskers heen en zelfs met die gezicht zien ben ik niet racistisch naar aliens zelfs. Naar demonen, naar... misschien wel de duivel hemzelf, als ze die rol graag willen bespelen. Als daar het bewustzijn is, daar is het duidelijk. Daar waar het bewustzijn draagt, verantwoordelijk is. En als er een aanval om mij gepleegd zou worden, gekkigheid. Ik hoef niet mee te gaan in die dingen, maar laat ik hem dan in die fantasiewereld meegooien. Als ik niet doodga, of wel doodga, of vier dagen later, resurrection. Wat gaat daarna komen? Het is al mislukt voordat het geprobeerd is. Zo zijn mensen steeds meer aan het laten zien wie waar beeldvorming geeft. En als je dat allemaal bij elkaar plakt, is het één verhaaltje. En heeft het niks te maken met wat ik denk. Weet of voel. Wel wat ik aan het waarnemen ben en dus een rechter ook kan waarnemen. Zeker als er een rechercheur gewoon goed zijn werk zal doen. En dit is echt iets via het internet ook. Het speelt zich wereldwijd af. Dus pionnetjes die in Nederland bezig zijn. Er zijn ook pionnetjes in Engeland bezig. Ook in Amerika. Ook in verzin het maar waar. Sommigen spelen samen of kunnen elkaars video's delen. Dat het bij mij gebeurt, gebeurt bij meerdere. Misschien gebeurt het wel bij 144.000 mensen. Het alleen al doorhebben wat er om mij heen gebeurt, gaan mensen zien wie de aanstichters zijn van dit grotere geheel. En daardoor ook sturing geven aan het geheel. Als die sturing gevonden gaat worden, gaat het heel makkelijk worden voor een echte detective. En hun die echt wakker zijn, die kunnen gewoon met een derde oog gaan kijken wie er vorm geeft. Als je realiseert dat Fider één is met pionnetjes daarin. Ook bruikbare idioten. Maar als je die bruikbare idioten weg kan cijferen en kan zien wie vorm geeft aan wat vormgegeven moet worden, kom je een stuk dichterbij. Kijk, dit is wel even mooi om te laten zien. Dan kunnen ze wel die video terugzetten naar 33. Maar kijk wat mooi. 11, 33. Frequentie, klikfrequentie. 9,9. Vertoningen, 111. Dus kunnen ze kutten met de weergaves ofzo. Maar de vertoningen, daar kunnen ze niet aankomen. Al groeien dingen. Klikfrequentie rond de
10%. Dat schijnt pittig hoog te zijn. Kan je nagaan als dit bij door 10 belangrijke mensen met hart en dingen uit kunnen leggen? Wat dat allemaal, hoe groot het had kunnen zijn in plaats van al dat tegenwerken. Maar voor mij is het steeds meer hemel op aarde aan het worden. Zijn er gewoon overal ratten en slangen, maar ja, die kunnen dat niet verpesten. Die zouden zelfs kunnen transformeren als ze het willen. Ze hoeven alleen maar bij hun hart te komen, eerlijk te zijn. Mensen denken echt dat ze met voodoo kunnen komen. Maar het is echt, het lijkt echt. Die ham, die houdt het allemaal weg. Zorg dat ik in deze realiteit kan blijven. Ondanks met al dat waar ik mee bezig ben. Gewoon mezelf blijven, bij mezelf blijven. En denk echt, mensen met gierige verlangen, ze gaan vaak overschreven heen. Maar ik ken mijn grenzen. Zodra je door maskers gaat heen zien, en werkelijke gezichten gaat zien, zijn dat op niveaus wat niet uit te leggen is buiten het bewustzijn om bij mensen die dingen toch niet kunnen, ook al staat hun derde oog open. Maar is dat mij niet? Dat is toch ook een groei in bewustzijn, zoiets kunnen. Waarom zou me dat bang maken? Maar als ik elke keer in de gaten gehouden word, iets bij me wat me in de gaten houdt, en er nu nog meer oog aan het meekijken zijn. Storm is daar toch? Mensen waren toch deze storm aan? Hebben geen idee. Geen idee wat komen gaat. Ik heb genoeg kansen gegeven. Mensen gaan van mij echt niks krijgen. Mensen gaan erachter komen, hun die sneaky spelletjes hebben gespeeld, dat ze niks meer krijgen. Nou, dan kunnen mensen dingen kopiëren, maar krijgen ze niks. En is het gewoon echt hoor, dat slapen wat ik weer mag doen, ben ik echt energie aan het terugclaimen. En zullen mensen die mijn energie gebruiken om vorm te geven in hun werkelijkheid. Dat zien verdampen, het zal brokkelen, het zal geld zal opraken en dat soort dingen. Oftewel, het is niet het goddelijke van mijn bewustzijn meer wat bij je zit. En je zal het zonder moeten doen. Zo denken sommige mensen eerder al proberen in een beter daglicht te komen voor het... De beoordeling die blijkbaar een stuk zwaarder gaat wegen. Omdat ik dingen nog steeds spiritueel zie ook. Dat is het geld, het goud. Dat moet dan wel 3D. Gaat niemand de boel ontvluchten? En mensen die denken dat de busrit waar ik achter het stuur zit naar een reunie gaat. Ik zei al dat ik de gevangenis aan het creëren was, toch? Zijn er in Nederland genoeg gevangenissen vrij, waar er genoeg mensen in passen? Ik vind die echt spiritueel zijn, die zouden zich echt moeten verdiepen in Nisargavai. En dan snap naar beneden, kom je bij Ipi, kom je uiteindelijk bij Ian. Dingen worden alleen maar duidelijker. Mensen zijn... Ik weet niet, het lijkt wel echt paniek. Het gaat verder als poppen aan het dansen. Kunnen mensen stoer doen, hè, over de truffels. En het waar begrijpen, voelen... Voelen daarvan. Van die emoties. Het is een extase. Waar je na een tijdje geen truffels voor nodig hebt als je weet hoe je dat moet doen. Hoef ik ook geen zonnebril voor op te zetten in gekkigheid. Echt, dat weten en voelen kunnen mensen geen sturing meer geven aan het geheel. Zie ik wel wie niet spiritueel is, zie ik ook wie ergens bij hoort. Zie ik ook wie heel sneaky aan het doen is, maar daar zelf mee naar buiten mag komen. Zal iedereen zelf moeten biechten. Er zijn geen dingen die je kan
dwingen. Je kan een oordeel beoordelen. Veroordelen. Dat zullen mensen zelf tegen moeten komen. En lijkt het net alsof mensen het idee hebben dat er nog iets... Maar dan ken je niet echt Ian. En dan heb je niet het juiste onderzoek gedaan. En dan zijn jullie het echt aan het doen met informatie van 6, 7 tot nu. Missen jullie een heleboel daarvoor. En daartussen. Zo hebben mensen hun ware hart laten zien. En aan mij. En weet ik dat ze niet te vertrouwen zijn. Heel simpel. Geen enkele wapen gaat mij iets pijn kunnen doen. Mensen snappen niks van de armen die ik draag. En de hum. Het is echt 24-7. Hè? Het is niet dat je een momentje gaat vinden, want het gaat zelfs in mijn slaap door. Zodra je wakker wordt van die droom. Gangstalking. Mensen hebben geen idee wat gangstalking is. Zelfs als ze het erover lezen niet. Die dingen moet je ervaren, moet je voelen. Maar hun wat er dichtbij aan het stalken is. Hun zijn degene die er het meest wat van gaan voelen. Dit is mijn omgeving. Vergeet dat niet. Want met een bewustzijn wat stijgt. Het frequentie hoog kunnen houden. Daarmee vallen. Daarmee opstaan. Kunnen mensen beter voor gaan uitkijken. Ik denk niet dat mensen mij gaan vermoorden. Want daarmee is het cirkeltje rond. En zijn dingen gewoon te duidelijk. De bewustzijnsvak. Zodra mensen gaan doorhebben dat die oorlog daar al is. Heb ik wel een paar kamehameha's. Dat is iets wat je niet hier kan inkleuren. Maar wel daar moet zien. Kan ik je besparen met hoe je de dingen moet zien. Want soms snappen mensen niks van de remakes. Wanneer het figuurlijk. Letterlijk of symbolisch. En dat allemaal door elkaar. Daarvoor moet je op een hoger bewustzijn zitten. Bij spirit, bij ziel. Om te kunnen snappen. Want Jip en Janik begrijpen hier niks van. En is het echt dan wanneer je echt wakker aan het worden bent. Je illusies gebouwd ziet worden. Zie je als wolkjes, hologrammen. Wat door je leven heen gaat. En... ga je verdiepen in science, andere YouTube. Wat ik doe, is niet zo gek. Doe miljoenen mensen. Alleen lijkt het wel alsof Ian het allemaal echt doet. Kleur zelf maar in waar die gevangenis is. In het spirituele of hier. Kleur zelf maar in of er hier een rechtszaak komt. Of dat vanaf hogere machten. Ik heb het ook niet. Ik ben niet uit. Wat heeft dat nou te maken met weten en voelen? En als ik iets weet, ik iets voel, daardoor iets aan het waarnemen ben op mijn level van bewustzijn, wil het niet zo zijn dat andere mensen daar ook zijn. Maar dat wat is, kan allemaal uitgelegd worden. Allemaal. En sommige mensen heb ik de link al lang al door van geknipt. Dat kunnen ze beter zelf ook doen. Helemaal als ze liefde niet snappen. En ik sowieso geen homo ben. Zodra je deuren dicht gaan doen, gaan er andere deuren open. Heb ik echt aan iedereen in de eerste 3 maanden laten zien wie ik ben. Heb ik in deze 10 maanden laten zien hoe je jezelf moet verdedigen. Bij jezelf moet blijven en niet verliezen. En moeten mensen niet echt niet gaan doen omdat dit een test was. Ik weet wat een hindernis is. Ik heb de stappen gezien, meegemaakt. En zullen mensen echt niet hoeven te denken dat ik hun nodig heb? Mensen hoeven niet met opties te komen. De opties die gaan komen. Niemand kon resoneren, niet eens halverwege komen. Dus mensen hoeven echt niet belachelijk nu te komen doen. Zo ben ik ook echt gewoon klaar met spelletjes. Kunnen mensen echt het grotere plaatje niet zien? Laat ze elke keer zien hoe kortzichtig ze zijn. En mensen zijn
Mensen hebben hun werkelijke aard laten zien. We zijn nou gewoon echt doorzichtig. Ik hoef gewoon en ik ga ook gewoon niet met mijn verlangens aan de gang. Ik hoef niks, niemand te zijn. Ik ben hiermee bezig. Ik ben met dat spirituele. Daar al ligt een doel. Daarmee zorg ik dat ik hier al vooruit ga. Ga ik geen hindernissen in één keer mee samenwerken of zo. Zal ik gewoon steeds verder vooruit moeten kijken. Situaties kunnen zien. En zullen dingen ook duidelijker worden. Want als jij die extase van de meditatie kan vasthouden. En daarop gaat mediteren. Wat kan je met je pendel? Wat doe jij met je kaarten? Zo zijn dingen op een niveau aan het komen. Dat ik wel kan praten wat ik zie. Toch geen nut heb om uit te leggen hoe je de dingen wel moet doen. Mensen blijven in de panels hangen op ja's en nee's. Zo zullen ze met kaarten ook niet verder komen. Ga ik ze niet verder helpen ook. Want is echt iedereen aan het kopiëren. En doen mensen dat allemaal in de externe wereld? Kunnen ze dat niet intern doen? Dus zijn ze het aan de Matrix aan het vragen? Worden ze beïnvloed door programma's zoals Acuub? Zo had iemand al een keer een kaartje de voel getrokken. Hebben mensen geen idee wat dat allemaal inhoudt dus. Zo zijn een heleboel mensen niet aan het werk met hunzelf. En laat ik dat nou volop doen. Het lijkt toch echt dat mensen niet alleen verlicht gaan raken, maar gewoon met dit besef waar ze nu in hangen. Gewoon iemand gaan betrappen op iets. Ik weet niet of dat op internet is of hier al in de buurt gaat zijn. Want uiteindelijk kijkt iedereen er alles mee. Dus het besef is groot. Groter aan het worden. Net als het bereik op internet. Er moet op dit level alles geluisterd worden. Dus zijn ze hele video's aan het luisteren. Kan niet anders. En echt dingen aan het kapen wat ik ook in offline streams aan het doen ben. Offline streams. Steeds meer wetten worden er overtreden. En is alles zo doorzichtig aan het worden, dat alles en iedereen die meekijkt, macht heeft, verantwoordelijk is voor wat er nog meer komen gaat. Voel ik echt al veel meer dan dat ik weet. En iedereen die dingen weet, kan maar beter iets beginnen te voelen. Want het hangt in de lucht. Het is echt om het hoekje nu. En ben ook ik benieuwd hoe mijn ultra-instinct het doet. Als ik niet wegren of verstijf. Niet bang ben, maar kan resoneren. Counterattack. Damn. Mensen gaan snappen wat energieën zijn. Wanneer mijn buren iemand als een of andere creep door de buurt heen zien gaan. Laat ik nou net zo wonen dat je hier al weinig te zoeken hebt. Dingen gaan foto's gemaakt worden als het nodig is of gefilmd worden. En zo ga ik cadeautjes uitdelen. Dan weet ik nu wie geen cadeautjes gaan krijgen. En zal het gevoel het weten versterken. Zeker als er spelletjes gespeeld moeten worden, nieuwe illusies gebouwd worden en ik dat voor mijn ogen allemaal zie gebeuren. En zelfs daar al in kan defragmenteren om te zien wie waar al iets aan het plaatsen is probeert vorm te geven. Wie beweegt waar hij niet hoort te bewegen. Soms moet je jezelf nog een beetje laten manipuleren om dingen aan te kunnen tonen. En laat dat nou vanzelf gaan, omdat mensen nog steeds willen blijven liegen, dingen verstoppen. Maar mensen die op een frequentie blijven hangen, die lager gaan zetten. Zodra mensen niet de juiste vragen stellen, de belangstelling lager ligt, maar wel weten wat speelt,
Uiteindelijk zal steeds meer aan het licht komen, maar zullen ook bange mensen uiteindelijk moeten gaan kiezen en zoals het eruit ziet, het met hun hart gaan doen in plaats van met hun verstand, waar al de brainfuck en brainwash in zit. En dat realiseren. Dat realiseren ze. Want blijkbaar zijn er nog een paar dingen niet aan het licht gekomen en moet ik die blijkbaar in het bewustzijn doen. Zou een heleboel mensen mee willen gebruiken voor iets. Maar snappen ze niet dat dingen toegelaten worden en wordt het eigenlijk dubbel gebruikt hè, voor het grotere geheel. Gaat dit verder als een corrigoedje. Maar ik wil niemand zijn en dat mag alleen goed tot me komen. Ik wil alleen goed doen. Dus zal ik mijn rol spelen? Zal ik geven waar ik wakker mee word, waar ik aan denk? Wat ik kan doen in het bewustzijn? En ik zal achteraf niet huilen, want als je dingen al voelt, dan zijn teleurstellingen al blijkbaar al verwerkt. Wordt het een kwestie van weten, zullen mensen zelf hun mond moeten open doen? Zelf moeten biechten. Dat moet niet geforceerd gaan. Dat kan ik niet. Mensen hebben hun eigen wilskracht. Lijkt het hoor. De voodoo die mensen op mij willen doen. Met een gekke black magic. En gekkigheid gewoon. Zal ik begrijpen door mijn dromen en deze voes. Ook snel erin prikken. Dat, wat ik snap, prik daar snel doorheen. Mensen snappen echt niks van liefde. En bij sommigen lijkt het wel dat ze in de problemen zijn. Omdat er iets met seks niet goed zit bij hen. Zodra communicatie alles is. Je gaat snappen wat emoties zijn. Nou, we gaan mensen ook niet kunnen spelen met mijn verlangens. Niemand gaat gewoon de dingen kunnen manipuleren met sturing geven. Alles gaat aan het licht komen. Echt gewoon alles. Hebben mensen al genoeg in een kwaad daglicht willen zetten? Elke keer al in een hoekje drukken, mezelf bewijzen dat ik geen racist ben of narcist ben. Of weet ik veel wat ze allemaal al hebben opgegooid. Ben ik gewoon Ian? Kan ik gewoon bij mezelf blijven? Hoef ik niemand lastig te vallen? Kan ik gewoon puur en eerlijk zijn? Alles gewoon openbaar en op video's doen. Kan iedereen gewoon meekijken? Kan iedereen een mening hebben? Wat kunnen ze met hun hart doen? En dan de situatie zien wat allemaal afspeelt. Ja, of ze zijn hard en ze genieten en lachen met pestkoppen mee. Of hebben geen idee wat er speelt. Geen idee. En ik ben geen spelletjes aan het spelen en ik hoef niet te liegen en dingen te verdraaien en zo. Dus, mensen zijn met spiegels bezig als ze die dingen willen verkopen. En blijf bij mij, kom toch terug. Iemands identiteit stelen en daar dingen mee doen. Ik weet niet of ik dat echt in die Photoshop, stilo's. Of zulke gekkigheid. Maar gaan mensen weten waar ik was, wie ik ben, wat er speelt. Tot wat ik wel en niet in staat ben. Want ik doe alleen wiet. En dat ik die truffels heb gedaan. En ik echt wel bij bezef met hoeveel je mag gebruiken met zulke dingen. En zijn mensen echt met gekkigheid bezig. Maar ga ik dat zelf geen vorm geven? Zijn ze dat blijkbaar wel aan andere mensen aan het verkopen. En, die zullen bij hun hart moeten komen en te realiseren welke spelletjes gespeeld worden. En dan ga je vanzelf zien wie dat allemaal aan het doen zijn. Zal je heel anders kijken naar zo'n video. En bij sommige mensen, ook bij sommige stalkers, wordt echt black magic uitgevoerd, denk ik. Die zijn echt bang of ze worden gechanteerd met iets ofzo. Een bepaalde spirit die lijkt toch wel met de energie die echt hierheen gaan, willen ze echt iets zeggen, maar blijkt ze toch bang. Ze zijn te veel hiermee bezig. Ze hebben zich laten brainfucken.
Denken dat ze hun ziel kwijt zijn. Je bent je ziel niet kwijt. En daarbij zullen andere mensen daar zeker een mening over hebben. Wanneer je de waarheid begint te spreken. Dat is het lastige wanneer het kwaad overal is. Want dat is waar je jezelf plaatst, toch? Dan kan je jezelf ook weghalen. Kunnen mensen bang zijn, maar de transformatie, die gaat hoe dan ook komen. Dan ben je er alleen maar achteraan aan het lopen en dan krijg je er ook nog eens niks van. Sommigen blijven alleen maar doorgaan met dingen, omdat ze er geld voor krijgen. Te makkelijk misleid worden. Jullie hebben je laten betoveren door de verkeerde mensen. En ga nou zien dat het echt tovenarij was. Omdat jullie zien wat magie ook echt werkelijk kan zijn. En als je ziet dat tovenarij met magie, dat aan het lastigvallen is, kunnen ze er niet bij en dan ga je zien hoe echt iemand is. Gierig maar voor geld. Dingen gaan niet stoppen, maar contracten gaan wel gestopt worden. En dan gaan mensen zien dat ze niks gaan manifesteren als ze dat niet van mij kunnen pakken. Omdat ik energieën kan beschermen en illusies niet meer werken. Vormgeving ook niet. En iedereen die echt spiritueel is, gaat dingen zien en na een tijdje ook echt klaar zijn met fake. En alleen nog maar het echte willen. En laat dat nou niks te maken hebben met wat 3D fysiek extern, maar meer wat het voortbrengt, voortgeeft. De energieën die daar vandaan komen en de informatie en data. Het echte, dat gaat niet beschikbaar zijn voor nep. En nep kan ook niet iets echts geven. Ook niet als het gekopieerd wordt en die vibraties, het unieke daar niet draagt. Zodra mensen gaan weten wat binnenkomt, binnen kan komen door vibraties. Dingen vasthouden omdat je bang bent. Dingen zullen veranderen, dus ik zou daar maar overheen stappen. Het is alsof er iemand op mijn pad komt die ik heel graag op mijn pad wil hebben. Maar andere mensen dat niet willen en dat zullen blokkeren. Dan zal ik moeten inzien wie dat hier ook echt werkelijk aan het doen is. Maakt niet uit. Lijkt toch op. De woord energie zijn echt. Mensen kunnen allemaal niet kaart lezen. Zijn dingen elke keer verkeerd aan het doen. Dus ik snap niet wat ze nu willen tegenhouden. Dingen gaan gebeuren. Er gaat iets op een pad komen wat jullie niet tegen kunnen houden. Het lukte bij de eerste groep niet. En die hebben laten zien wat hun werkelijke aard is. Maar dat nieuwe wat komt gaat echt zijn. Dat gaat net niet kunnen tegenhouden. En lijkt wel, dit gaat niet op internet zijn of in het spirituele. Dit gaat echt fysiek extern zijn. En dan lijkt het net alsof mensen mijn rug willen hebben of zo. En daarmee totaal niet snappen, mij niet snappen. Want je moet niet aan mijn rug komen. Ik heb last van mijn rug. Wat ga je nou in mijn rug hangen? Sommige dingen zijn zo duidelijk. Als riffraff dan ook weer voorbij loopt. Mensen hebben echt illusies gaan niet meer werken. Het valse wat op mijn pad gestuurd wordt ook niet. Ik zal het echte wel zien. Als je de nepper niet ziet die de dicht kan houden, kan er een andere deur wel echt open. Wanneer moet je iets weten en wanneer moet je iets voelen? Daar zit de sleutel. En mijn liefde heeft niks te maken met verlangens of emoties. Dus ook niet als daarmee gespeeld wordt. Geuren kan je trouwens niet eens mee spelen. Dus parfum hou ik ook helemaal niet van. Niet mij gaan haten als jouw haat naar mij nu terugkomt als karma. Als ik
dingen links kon laten liggen, maar mensen toch wel hard wouden doen in plaats van met hun hart. Toch, mensen moeten dingen loslaten. En het lijkt alsof iemand denkt dat hij iets van me gaat krijgen. Of, iemand. Ja, sommige dingen zijn lastig als je er niet te veel kleur aan kan geven. Maar ik weet wie mijn vrienden zijn, alleen lijken sommige mensen daar meer van te willen of zo. Maar ik weet gewoon, je moet het verschil tussen kennis en vrienden snappen. En dan snap je dat ik niks voor je heb. Als je gedachten vorm kunnen geven, wat gaat wensen doen dan? Geloofwaardigheid is ergens aan het afnemen. Daardoor zijn bepaalde spells, echt black magic, is aan het verbreken en werkt gewoon niet meer. Zal steeds minder gaan werken. Nieuwe vloeken uitzetten zal uiteindelijk ook gewoon niks doen. Al die haters die de paranoia en agenda's alleen maar voeding aan het geven zijn. In plaats van met het positieve, het spirituele, alleen maar vormgeven aan het externe, daarover willen praten. Zodra je het oog gaat hebben wie op hogere niveaus is, wie echt filosoferen kan, dieper in gesprekken kan, dan ga je snappen dat je echt iedereen en alles kan overstijgen. En ja, waar het vertrouwen minder wordt, is niet te bouwen ook. Laat een heleboel mensen nou het vertrouwen helemaal kapot gemaakt hebben omdat ik hun ware aard gezien heb. En bij sommigen zelfs hun werkelijke gezicht. Als je door smink, maskers en je gaat met je derde oog kijken. En iets wat klaar is, is klaar. Zo gaat het in het verleden ook. Iemand die nep is, hater is. Mensen die leuk spelen, maar achteraf dingen laten zien. Zodra je dieper ergens op in kan gaan, weten, voelen. Tweede kans. Sommige mensen moet je geen tweede kans geven. Of ja, daarbuiten. Vergeven, maar niet vergeten. Niet een tweede kans geven in je eigen leven voor mensen die uiteindelijk toch weer hetzelfde gaan doen. Of zo duister zijn geweest. Dat ze zichzelf niet eens kunnen vergeven. Dus allemaal fake is. En zo kunnen mensen denken aan eikpunt of zo. Maar er is echt alles lager aan het komen. Het is steeds kleiner aan het worden. Het doet gewoon niks. Kan geen vorm geven daardoor ook. En ze haten het. Te veel haters. Te weinig mensen die bij hun hart kunnen komen. Maar wel doen alsof ze spiritueel en wakker zijn. Ik ga me echt niet bezighouden met energie die ik verspild heb als mijn kap toch elke keer bijvult. Ik ga niet hangen in het verleden. Ik ben ook niet te veel alleen in het nu. Want ik weet dus al wat er gebeurd is. Maar ja, dingen worden makkelijker en steeds duidelijker voor me gemaakt. Het samenwerken van jullie. Ja, ik kan echt beter alles alleen doen. Ga je doorhebben dat je niet alleen bent. De uitdaging is er ook gewoon uit aan het raken. Het zal allemaal suf voor me heen, bij wijze van spreken. Echt, consciousness reversal is bezig. Mensen zijn echt steeds verder bij hun hart vandaan aan het raken. Of zijn verdwaald, worden misleid, hangen in hallucinaties. Ik denk echt dat ze iets goeds doen. Willen mensen het spirituele positief, gezellig, leuk. Niks snappen van dat spiritueel te maken heeft met hogere bewustzijns. En dat daarboven, ja, wat kies je? Het goed of het kwaad? Waar ga jij in verder op mee? En hoe gaan boodschappen bij jou binnenkomen? Hoe neem je die met jouw zintuigen? Mensen willen alleen maar echt haten. Mensen willen je gewoon laag hebben, depressief hebben, met de bullshit mee hebben de hele dag. Willen niet dat je aan het groeien bent en willen echt blokkeren alles wat goed is wat op je afkomt. Ben ik echt voor iedereen, niet met
die intenties, maar met de billen bloot te gaan, dat iedereen kon zien, iedereen had kunnen zien welke spelletjes met me gespeeld zijn. En mensen echt blind, verblind en ja, bij een heleboel mensen hun rolletjes gespeeld. De mensen willen graag het cirkeltje, de organisatie lijkt, maar ook daar hoor, willen het cirkeltje rond laten gaan. En daarmee zullen ze zichzelf alleen maar meer in het licht zetten. Zodra je door hebt wie jou niet verder wil hebben, daar wil houden, dat is iets wat je los moet laten en dan kan je verder stappen. Deuren dicht doen, zodat anderen open kunnen gaan. Ja, lijkt ook gewoon alsof ze willen dat ik met niemand ga praten. Maar het bereik zal groeien en uiteindelijk komen waar het moet komen. Dat het nou eenmaal internet met de technologie wat het makkelijk maakt. Zodat mijn Earthstar chakra met alles en iedereen overal kan komen waar het moet komen. Ik kijk echt gewoon tegen niemand meer op. Geen voorbeelden. Niemand die iets bij me prikkelt. Het is echt alleen nog maar het uit mezelf dingen kunnen halen. Meditaties. Is het echt door wat ik geïnspireerd ben in die witte arena. Nou, wordt het steeds lastiger. Niet om te resoneren met mensen. Dat is heel makkelijk. Maar mensen kunnen resoneren en het gesprek omhoog brengen. Dat is weer iets anders. Zodra mensen de waarheid echt gaan horen, de waarheid echt naar buiten toe komt, gaan ze allemaal zien. Dat dingen niet alleen gekopieerd werden, maar ook daar in een hoekje gehouden werden. Alleen gierig voor hunzelf, zodat het niet bij de rest zou komen. En ze gaan dingen doorhebben. Het is echt, sommigen zijn echt lekker in de war. Die hebben geheimen. Lijken wel dat naar buiten te willen brengen. Maar tegelijkertijd weten ze dat ik daarmee. Dat ze daarmee. Moet verliezen of zo. Maar gaat het niet om mij? Is het echt niks met liefde, maar alleen maar om dat wat naar mij komt, zodat ze dat kunnen hebben ofzo. En die echt wakker gaat zijn en zogenaamd spiritueel door ascensie heen gaat. Ja, uiteindelijk gaan dingen gaan zo duidelijk worden. Het zou al lang al duidelijk moeten zijn, maar ze zijn niet echt wakker. Met al deze gekkigheid sta ik er ook echt niet van op te kijken. Ideekapen. Ik veel valse beeldmateriaal of zo. Mensen gaan er allemaal doorheen prikken. Zeker als ik het kan uitleggen. Echt, het is alsof mensen jaloers gaan zijn of zo. Terwijl ik geen verlangens heb dat echt hun gierigheid is. Ik daar niks aan kan doen. Maar illusies neerzetten. En het lijkt echt, het moment dat de politie erbij komt, dan wordt alles voor iedereen duidelijk. Dan gaat alles teruggekeerd, dan alles zwarte magie gaat in één keer weg en mensen zullen de karma's gaan voelen. Eens direct. En hoe heet dat, zo'n versnelde rechtszaak? Want zoiets zal het zijn. Niet iets wat uitgemolken gaat worden. En als ik niemand aanval en alleen mezelf verdedig, zal ik nooit in de gevangenis terechtkomen. Maar zijn die dingen daar echt aan het gebeuren? ben ik benieuwd wat hier vorm gaat krijgen. Al het kwaad gaat verdwijnen. Ja, mensen die wetten overtreden, die gaan te ver. Ga ik trouwen op mijn 40ste? Er zijn dingen die bij verlangen zitten. Sommige dingen ga ik hier niet inkleuren. Dat gaat op een loop. Soms dus even een stapje terug doen. Time-out nemen. En ik weet niet wie de verandering doorhebt. Maar er is een verandering gaande omdat ik anders aan het denken ben. Daardoor dingen anders waarneem. En mensen die niet die groei meemaken.
Ja, ik zie ze ook. Dan zie je dat mensen terughoudend zijn. Dan zullen we zien wie meer terughoudend gaat zijn. Wordt mijn soulmate geblokkeerd? Is dat wat bezig is? Gaat dat een boe zijn? Is dat een deuropening? Is dat het tegenovergestelde van een spiegel? Ja, zijn mensen elke keer bezig met timing? Maar gaan mensen weer met de verkeerde timings komen? Zal ik moeten lezen of iets eerlijk is? Lijkt het wel, mensen gaan eerlijk willen zijn. Maar hoe eerlijk kunnen ze zijn? En, ik weet niet, lijkt wel of dit niet voor mij is. Misschien kijkt iemand mee, maar wie is er stiekem getrouwd? Ja, van die mensen die echt gewoon het laag willen houden en tegelijkertijd willen gebruiken. Een kap die toch overvloot. Maar. Ja, ik weet niet, dan blijft het vloeien. Mensen zullen blijven stelen. Mensen zullen blijven stelen, maar. Ja, wat doet het voor je als je er niet mee kan resoneren mee? En zo willen velen de waarheid niet zien. Maar gaan ze zometeen de waarheid onder ogen moeten komen? Ziet het er naar uit dat de test nu gaat beginnen? Nu zal het echt beginnen. En hun die de warmte niet kunnen dragen, die zal ik echt achter moeten laten in de kou. Die zullen er echt zelf moeten komen dan. Ga ik niet meer meeliften, laten meeliften. Zodra het niet meer gaat om wie liegt, maar om wie niet gelogen heeft, dan worden dingen duidelijk. Dan gaat het voorbij weten en voelen. Dan is het. Lijkt met sommige dingen net alsof ik gewoon gebruikt word. Wordt goed. Maar om die hele satanische pedo-sectes, dat allemaal, is het echt de regenboog wat je te brengen naar je pot met goud, niet te tegen te houden. En als dit zo heel diep gaat, snap ik dat ze met valse bewijzen, maar de waarheid wint het altijd van een leugen. Dingen gaan sneller, niet langzaam wat gewenst is. Is het gewoon met alles en iedereen die meekijkt? Sommige mensen geen idee hebben welke instanties er ook meekijken. Voor mij geen angst. Is het de Earth Star Chakra die het overal brengt? Daar waar ik ben, ben ik beschermd. Een heleboel zullen echt aansprakelijk zijn wanneer dingen duidelijk worden. En lijkt terecht op hoor, er zijn onderzoeken bezig. Die alles duidelijk gaan maken. Ik weet niet of iedereen de verduidelijking mag hebben, maar voor mij gaat alles duidelijk zijn. Alles. Want ik ga ook niet meer genoegen nemen met minder. En zo lijken er zelfs bewijzen te zijn die niet eens bij mij vandaan hoeven te komen. Bewijzen drie er al lagen. Dat is echt waarom hogeraf elke keer moet wachten. Maar daarboven gaat ingegrepen worden, seintjes gegeven worden. Want het is te hoog aan het komen. En lijkt er ook echt op de dubbele tong. De dubbele boodschap. Daarin zijn mensen het aan instanties laten zien welk niveau het is. Er zijn weinig mensen zo echt wakker die de dingen doorhebben. Omdat ze erbij horen, want er zijn weinig echte mensen hieromheen. Hè? Dat drukken ze weg, dat verstoppen ze, dat is shadowbannen en zo. Is het een verleden hebben wat je toekomst bepaalt, wat het verschil maakt en het buiten met echte mensen spreken? Mensen die er niks mee te maken hebben. Verstoppertje te spelen. Zei ik al. De waarheid die achtervolgt je. De energie die vinden je wel. Er zijn mensen nog steeds verstoppertje aan het spelen. Die ik nog niet gezien heb. Maar die wel echt een hele belangrijke rol spelen. Tik, 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 tik. Veel typewerk ook. Net als dat veel mensen echt snappen wat gangstalking is.
Zijn er weinig gangstakkers die weten hoe het is om in de gaten gehouden te worden. Geen idee wat er allemaal boven hun gebeurt. Alleen maar gekker aan het maken. Ze zien echt alsof ze, het lijkt wel alsof ze de ene regel naar de andere regel overtreden zien worden. Uiteindelijk wel moeten ingrijpen. Ja, contracten zullen denk ik een soort van verbroken worden of zo. Zullen er echt een goede privé-detective zijn of zo? Die al een tijdje bezig zijn. Dingen door hadden. Zo moet niemand sneaky ook gaan doen. Als je wil helpen, laat zien dat je aan het helpen bent. Kom niet slijmen bij mij. Huilen of weet ik veel dat ik anders naar dingen moet kijken. Mensen moeten gewoon dingen gaan bewijzen en laten zien. Ga daar maar eerlijk in zijn. Met mijn leugendetector, zal ik gewoon mijn intuïtie versterken en gebruiken als mensen denken dat ze met waarheden komen. Want een sorry is alleen gemeend als het ook echt sorry is. Iedereen zal gewoon moeten snappen dat er moet vertrouwen zijn om te bouwen, maar... Vertrouwen is lastig in deze dagen als wat mensen zeggen anders is dan wat mensen doen. Weinig mensen iets kunnen volhouden en bij hunzelf kunnen blijven en daarmee anderen niet verraden. Het is elke keer van korte duur wat er om me heen gebeurt en wat ik ook bij anderen zie gebeuren. Alles wat ik nodig heb. Zit in me en zal uit me komen wanneer ik het nodig heb. Ik hoef niet gierig te zijn. Als je niks wil, niks verwacht, dan gebeuren echt de gekste dingen. We zullen zien wie er echt voor het goed gaat vechten. Keuzes gaan, mensen zullen keuzes moeten gaan maken nu. Als je tot hier hebt gekeken... Zou je anders moeten gaan denken? Bij mij, ik ga sowieso, zie ik de veranderingen bij mezelf in het denken. Is dat niet droombolletjes in? Is dat juist terug? Daar gaat die gekkigheid. Die spirits kunnen loslaten, bij mijn eigen mind, soul body terechtkomen. Als je dit kijkt om alleen te haten, dan ben je jezelf aan het verdrinken. Moet je echt bij je hart gaan komen. Te veel mensen zijn naar leugens aan het luisteren. Zijn weet ik veel op wat aan het wachten. Maar ik doe gewoon alles alleen en solo. En ik snap ook, ik heb niemand nodig. In ieder geval niet iets wat sneaky vals is. En zal ik mijn intuïties goed moeten gebruiken. Gaat het er niet om ook wat ik nodig heb, hè? Ook niet wie mij nodig hebt. De resonant zit daarin. Dat met geld, de gierige verlangens in de materiewereld. Dat is geen liefde wat je aan me kan geven. Niet waar ik op zoek naar ben. Als ik ergens niet blij van word, is het gewoon niet goed. Uiteindelijk gaat iedereen zien wie met alle gekkigheid in deze storm gewoon stabiel kan blijven. En evengoed heel hoog in dat kan stijgen. Dan gaan mensen zien wie bezig is met poppenkast. Dan gaan mensen doorhebben wat een fidair is. En dan snappen ze de rest ook. Zodra gezien wordt wie alles voor het geld doet. En het geld gaat gevolgd worden. Er zijn al zoveel wetten overtreden dat alles bij elkaar zo duidelijk is. Dat alles bij elkaar al bewijs vormt voor een veel groter onderzoek. Met echte onderzoekers en regisseurs. Zie ik echt, mensen zijn echt dingen aan het doen voor echt alleen maar voor het geld. Alleen maar voor het geld. Als ik het voor je opgenomen heb, zal zelfs zulke energieën zullen verdwijnen. Waardoor je alsnog ermee moet dealen. Omdat het toch niet opgelost blijkt dan.
Ben ik echt klaar met mensen hun bullshit, die hun kaft alleen maar laten zien. De achterkant, de inleidingkie. Moet de mens echt een open boek gaan zijn, want anders ben je niet aan het resoneren met me. Dan ben je echt dingen aan het verstoppen. Zo zal een ieder dat gelieg en dat vormgeven wat bepaalde figuren aan het doen zijn, wat echt op een level fidair is, maar niemand maar wil zien, zullen ze echt moeten gaan zien. Mensen moeten echt gaan kiezen tussen het goed en het kwaad. Dat gaan herkennen. Als je het nu niet gaat herkennen, ga je het niet meer herkennen ook. Er is gewoon maar één lijn. En wie niet op die lijn komt, die zal echt achtervallen. En op het begin denken, maar na een tijdje zullen we zien dat je op die lijn moet zijn. Dat ligt echt niet aan mij. Daar heb ik ook niks over te zeggen. Ik ga ook alleen maar mee met die lijn. Echt naar jezelf gaan luisteren en stoppen met naar anderen luisteren. Het is gewoon een storm en als je je laat meeslepen met van links naar rechts, is het heel moeilijk om op de juiste lijn te komen. Maar er zijn gewoon geluiden die anderen niet aan het waarnemen zijn, maar die wel de weg aanwijzen. Mensen willen dingen niet horen omdat ze tovenarij of zo, trucjes. Maar tot je magie begint te snappen. En als je niet met jezelf bezig bent, maar laat misleiden door anderen, zal je verder wegdwalen. Een tijdje ga je zien wie je bezig is met al die gekkigheid. Iedereen gaat het doorhebben. En anders is het te laat voor je. En lijkt het echt de adviezen die mensen gekregen hebben. Werken niet meer nu ik door die spiegelwereld heen ben en... Lijkt echt dat wat mensen op wachten ben ik zelf. Ik ben niet aan het wachten. Het is wel geduld hebben of zo. Ik weet niet hoe die deur open moet. Ja, de magneet. Ik weet niet of dat dan het defragmenteren is. Misschien als dat klaar is, gaan we zien hoe dat samensmelt. Echt compleet één woord, zonder het fake. En echte Illuminati dingen die dan de vorm geven met al die poppetjes in een piramidevorm. Maar het is eerder de toren van Babel die gewoon gaat vallen. Er zit gewoon te veel kwaad in. Het kwaad zit op bepaalde plekken die echt weggehaald moeten worden. Maar wel waardoor de toren wel ingestort gaat worden. Er zijn toch gewoon weinig mensen bij hun hart om de toren omhoog te houden nu. Het is echt echt de eindtijd voor een nieuw begin ofzo. Het is weer een anderhalf uur, maar het is ook, ik heb het gevoel, dit moet er gewoon uit. Want ik ben er ook wel klaar mee. Ik wil niet de helft doen, morgen weer de andere helft. Voelt het wel als een deel drietje met hoe het vorm moet geven ofzo. Om het duidelijk te maken aan wat wel echt alles kijkt. Aan het werk is. Maar niet een... Ja... jullie werken niet goed. Te veel wet overtreden. Maar dat wat speelt, ben ik ook gewoon echt niet blij mee. Niet wat ik wil. Is niet wat de bedoeling is. Wat de energie willen dat er speelt. Is het echt iedereen in laag frequenties, iedereen bang, boos, iedereen droomwolkjes in, weg van de realiteit, echt zieltjes winnen, spirit, geestverlagend. Bewustzijn verlagend, echt. En, je ziet het ook gewoon overal, ik zie het overal gebeuren. Ik zie gewoon wie eraan bijdraagt. En... Ja, blijkbaar de enige.